Ab, het gaat hier om het levenswerk van mensen. Het gaat hier niet alleen maar om, ja, om geld. Nee. Nee, het gaat hier om mensen die ik jankend aan de telefoon heb, die gewoon 20 jaar van hun leven hebben gebuffeld. Er zit er eentje naast me, die gewoon met zijn hele familie jaar in, jaar uit aan het beuken is. Ja. En wij weten wat het is om een horecabedrijf te runnen. Dat is niet alleen maar leuk bordjes opmaken, nee. Mm. Dat is 7 dagen in de week, 24 uur per dag sta je gewoon aan. Ja. Dat levenswerk dreigt u om te vallen. Wat we ook vergeten, is de sociale functie van de horeca. Hoe belangrijk is het dat wij mensen omhelzen? Dat wij mensen gastvrijheid verlenen? Ja. Dat mensen bij elkaar aan tafel zitten en een gesprek voeren? Het wordt allemaal weggevaagd, weet je. De horeca loopt nu op zijn tenen, fysiek en mentaal. En nogmaals, ik had er vanmorgen een paar aan de lijn die gewoon kapot zijn. Die kunnen bijna niet meer, weet je wel. En dat is niet alleen geld, dat is gewoon het hele gebeuren. Ze zijn ook mentaal geknakt. Ja, natuurlijk man, je reserves opvreten, je pensioen opvreten. Ja. Leningen bij de bank afsluiten van een ton of van 2 ton of weet ik veel hoeveel geld. Ja. Het gaat maar door, de financiële steun is niet genoeg om te overleven. Ja. Het is uitstel van ellende. Hoe gaat het volgend jaar Hoe moeten we dat nog even, Barry, hoe moeten we die financiële steun in welke verhouding plaatsen? Want er wordt natuurlijk een beeld geschapen. Ja, maar de overheid die heeft een enorme portemonnee opengetrokken en die is keurig om iedereen te compenseren. Het is te weinig, Ab, en het is allemaal veel te traag. En de mensen die het nog een beetje kunnen redden, die doen dat op leningen van familie. Ja. Op vertrouwen en opschuiven bij leveranciers, zoals bijvoorbeeld bij Heineken. Ja. Die doen dat met schulden opstapelen, ja, bellen, ja, rekken, wachten op steunmaatregelen die structureel, wat ik net al zei, te weinig zijn, ja, te laat. Het is net niet genoeg om meteen kapot te gaan en het is net wel genoeg om te blijven trappelen met elke keer een vieze slok water naar binnen. Veel horecaondernemers, sorry dat ik er even inbreek. Ja? Ik denk dat veel horecaondernemers nu gaan rekenen. Die gaan rekenen op die 70% waar ze net onder of net boven zitten. Want dan krijgen ze steun. Ja. Dus met andere woorden, de ondernemers die keihard beuken, die keihard buffelen om toch boven die 70% willen komen, die worden niet beloond voor hun hard werken. Je bent wijzer, financieel. Ja, sorry, wat is de 70%? Nou ja, als je dus zeg maar, je moet aantonen dat je minder dan 70% van je omzet hebt vergeleken met vorig jaar. Dus dat wordt naast elkaar gelegd. Dus die ondernemers, de horecamensen, die denken wel even na. Die kijken nou, de steunmaatregelen voor tegemoetkoming vaste lasten, TVL, die gaat werken in principe als je meer dan 70% omzetverlies hebt. Ja. Dat betekent het moment dus, dat jij meer dan 70%... Dus minder dan 30% juist, omzet over, hebt van wat je had. Nou, ja. En in mijn geval, het is eigenlijk minder dan 30% klopt, omzet. Ja. Juist. Ja. Moment dat je aan dat criterium voldoet, ja, dan gaat de overheid rekenen, economische zaken, en dan zeggen ze, voor jouw branche geldt dat je 25% aan vaste lasten kwijt bent. Ja. Dan gaan we van die 25% vaste lastenstructuur, ja, gaan we je de 50%, de helft gaan we jou tegemoet komen. Dus heel veel ondernemers denken, nou, dat is fijn. En heel veel mensen ondernemers heen zeggen, jullie worden toch gesteund? Ja. Jullie worden niet gesteund, ja, want er zijn 100% dicht in mijn geval. Ja. En ik krijg van die vaste lasten, die door de economische zaken is uitgerekend, 25% percentage, wat in mijn geval groter is. Ik heb meer vaste lasten dan de 25%. En daar krijg je nog maar de helft van. Ja. En nu is er door wat gemor heen en weer, omdat er met de horeca onderling is gezegd, moet je horen, we gaan met z'n allen open en ga ons dan maar beboeten. Ga al die mensen dan daar maar uithalen. Hoeveel politie wil je inzetten? Dan moet het leger erbij en een marechaussee. Van daaruit is op een gegeven moment is er beweging gekomen vanuit het kabinet en zegt, oké, zit je in dat criterium van meer dan 70% omzetverlies, dan gaan we niet de helft van je kosten vergoeden, maar we gaan het oprekken naar 70%, 75%, 80%. Ja. Dan nog loop je natuurlijk dat hele, en dat is dan min of meer met terugwerkende kracht, ja, maar dat gaat sowieso, we zijn alweer een jaar verder bij de met andere woorden, hard werken wordt niet beloond. Nou, merk je. Nou, je merkt nu ook trouwens, als je aan iemands vreten komt, je merkt nu ook, omdat er nu dus meer bedrijven de klos zijn. In het begin was het alleen de horeca. Nu zijn er meer bedrijven. Je merkt dus ook dat er nu langzaam steeds meer stemmen opgaan die tegen het beleid zijn. God, hoe zou het nou komen? Maar de beleidsmakers,
verdienen geen cent minder namelijk. Zij die het allemaal verzinnen, die de regeltjes verzinnen. De overheidsmensen, met alle respect hoor, begrijp me goed. Nee, maar, dat zijn we. Maar zij die 36,5 uur per week achter een computer zitten, die voelen het niet. Die voelen geen weet pijn. Je wel? Nee. En dan nog iets. We hebben het hier over hoofdzakelijk over de economie. De regering, het kabinet, het RIVM, ja. De overheid. Jongens, hebben allemaal 0,0 ingeleverd. En de rekening wordt gepresenteerd bij de vrije thuis. Ja, maar toch wordt geroepen dat we het samen moeten doen. Maar ik zie dat niet. Ik kan het niet meer horen echt. Er wordt een soort gemeenschappelijke vijand gecreëerd door de overheid. Ja, samen komen we er wel doorheen. We moeten de rijen sluiten achter ons. En ze gaan maar door met het ouwe hoer. Ik trek het echt niet meer. Nederland is nog nooit zo verdeeld geweest. Er is sprake van een gigantische polarisatie. Je bent voor of je bent tegen het beleid. Ik bedoel, in mijn eigen vriendenkring is dat al een gevoelig zaak. Ja. Maar nog iets, we hebben het nu hoofdzakelijk over de economie. We hebben onze mond vol van de economie. Maar wat denk je van de collateral damage? Wat denk je van de zelfdoding? Wat denk je van huiselijk geweld? Wat denk je van kindermishandeling? Kinderen die mishandeld worden nu hebben levenslang. Ja. Weet je? Wat denk je van de echte pandemie die eraan gaat komen nu? De hongerpandemie die de hele planeet gaat overspoelen. Ja. De vluchtelingenstroom die op gang gaat komen straks. En zo kan ik nog eventjes doorgaan. Daar hebben we niet genoeg tijd voor nu, denk ik. Ja.